even kijken. Oh, ja, onder Bos was dat, hè? Bij Ajax. Ja, ja. Nee, ja, eerst Frank. Eerst Frank. Ja, echt zo'n 4, 5 jaar wel. Ja. Ik had Frank al in de jeugd. Ja, bij Frank had hij ondertiteling als je dan was de beste bespreking deed. Nee, op een gegeven moment ben je aan gewend. Ja. Ja, dat is mooi. Mooi vent, hè? Ja, mooi. Ja, ik was goed. Was vroeger goed voetballen. Ja. Ah, voetbal, voetbal. Ja, mooi, ja, ik praat gewoon, maar gewoon mooi. Ja, ik was altijd wel een goede band met hem altijd. Met veel plezier met de voetbal, met onder hem gespeeld. Ja, ja, zeker, tuurlijk. Veel geleerd, zeker als je dan van de jeugd naar het eerste komt. Ja. Dat is wel lekker als je iemand hebt die in je gelooft en die ook vertrouwen geeft. Ja, en dan, ja, precies, aan de bak met je gaat. Ja. En dan ben je ook nog eens de snelst scorende debutant van Ajax, hè? Ja, klopt, ja. 45 seconden. Ja, was, ja, zoiets 42. 42, hè? Ja. Ja, was helemaal. Normaal. Ja, ik had wel een paar dagen ervoor tegen Lyon, was ik al erin gekomen, een paar minuutjes. Ja. En toen... ja, Champions League was dat. Ja, toen tegen NEC en toen op een gegeven moment stond 2-0. En toen, ja, gewoon warm lopen en zo. Ik warm lopen. Ja. Kom erin en het was voor mij een vrije trap voor NEC. En die geeft me voor en ja, volgens mij pakte, ik weet niet hoe het doel stond, Jasper of Kenneth, denk ik. Ja. Die pakte die bal en die gaf me niet mee en ja, uiteindelijk kreeg ik hem, liep ik verder en toen kreeg ik hem terug. En wat, zat hij erin. Was dat in de arena? Nee, uit was het. Oh, NEC uit. Ja, ja. Ja, was niet normaal. Je hebt wel veel belangrijke goals gemaakt voor Ajax. Je bent wel echt wel belangrijk geweest. Ja, ik heb altijd wel veel goals gemaakt. Ja. Ja. Maar je jeugd, je bent ook 13 jaar heb je gespeeld bij Ajax? Ja, 13, 14 jaar. Ja. Wel lang, hè? Weet je dan ook opgaan met zo'n busje? Ja, ja, zeker. Eerste jaar alleen niet. Ik kwam 1 jaar voordat ik naar de middelbare school ging, kwam ik bij Ajax. Yeah. Toen heeft mijn opa me elke dag eigenlijk heen en weer gebracht. Okay. Echt elke dag. Ja, en daarna ging ik met de busjes en zo. Ja, lachen. Ja, was leuk, hè? Ja, oh, kijk je nog series of zo? Heb je Nederlands televisie? Ja, ik heb alles. Oké, dus je kijkt gewoon alle wedstrijden? Ja, vaak. Ja. Vanavond Ajax ook kijken, hè? Ja. Champions League. Ja. Wat denk je? Ik denk wel winnen eigenlijk. Ze zijn wel sterk, hè? Ze zijn sterk, is maar goed, hè? We kunnen gewoon voor iedereen winnen. Ja. Zijn sterker dan toen jij bij Ajax speelde? Zeker, ja. Ja, hè? Ja. Ik denk nu gewoon vooral het verschil dat ze een paar ook echt ervarende jongens erbij hebben. Ja. Dat is echt belangrijk. Ja, is ook zo. Oei, Haaslo! Dat is super lekker. Maar dat is wel mooi, want als dan, ja, voor ons seizoen de Tadić weggaat van de Beek, even Ziyech, dan kan jij mooi weer terugkomen, man. Nou, wie weet. Lekker, man. Een Neil Zelftertje pakken. Nu dan, verwacht je nog iets van Neil Zelftert? Denk je van, ja, het zal allemaal wel. Ja, ik verwacht, dat doe ik niet echt iets. Maar ik hoop er natuurlijk wel op. Ik hoop natuurlijk altijd. Ja, maar, ja. Maar ja. Ja, wat kan ik doen? Ik doe mijn best. Maar je gaat nu al goed, hè? Ja, je speelt nu alles? Alles, hè, altijd eigenlijk. Ja. Vanaf vorige 1 keer was ik geschorst, maar voor de rest heb ik altijd gespeeld. Dat is wel lekker als je die vertrouwen krijgt van die trainer. Ja, ook, top. Hè? Eigenlijk vanaf het begin al. En, ja, toen je kwam gelijk gehaald, je speelde. Ja. Je werd toen gehaald, getekend en de volgende dag had je ook vet scoorde je gelijk, hè? Dezelfde dag. Ja, gelijk, s'avonds. Oh ja. Klopt, ja. Hoe ik kende al die namen nog niet, ik moest ineens aan de bak. Ja, ja, ik zag het op televisie. Ja. Toen kwam ook het nieuws. Hè. Ja. Hij heeft vanochtend getekend en dezelfde dag scoort hij nog. Ja. Ja, en mooi. Ik had in Everton dat ik jaar gespeeld. Mensen niet gespeeld, maar ja. Had ik geen goal gemaakt. Gezeten. En toen die had ik al gedacht, na 30 minuten gelijk één goal. Vieze klootzakje, ik ken het wel. Die fucking bastard. Ja, zo praten ze. Mooi accent, hè? Oh, ik heb daar 5 jaar gewoond, joh. Ik speelde laatst die. We spelen altijd een wedstrijdje voor het seizoen begint. Ja. En we moesten tegen Everton niet. Nee. Ja, we was lachen, man. Oh, ja. Tegen je oude... Alle gasten, ja. Oké, en er zat die dingen nog, Jimmy, die materiaalman? Ja, Jimmy Martin. Jimmy Martin, ja, ja. En Jimmy Komen, de massa. Die kleine dikke. En ze vroegen, ze zeiden tegen mij van... ze waren bang dat ik ook zo'n idioot was. Dat weet jij. En omdat Royce ten Drenthe dood gaat spelen. Ja, 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 ja. Dat is die, nou, weer zo'n rare Hollander. Ja, die moeten we niet hebben. Ja, dat was wel mooi. Wat is dit dan? Oh, kijk die flat. Ja, dat is niet best. Tenminste. Oh, dat is nog voor de oorlog, man. Daar woon ik. En wat ga je nu doen dan, als je thuis komt? Ben je alleen? Ja, mijn vriendin komt vanavond weer. Oh. Niet veel eigenlijk. Even een beetje trekken vandaag. Nee. Zit er niet in. Nee, even rustig. Gewoon op de bank liggen, denk ik. Even bijkomen. 2 dagen wel hard getraind. Oh, ja, ja? Dus ja. Maar je speelt toch, wanneer het weekend speel je? Zaterdag.
Ja. Het is nu al woensdag. Ja, kan ja, wel. Dinsdag, woensdag trainen is wat harder. En dan morgen is heel rustig. Vrijdag ook. Ja. En dan dag na de wedstrijd vrij? Of niet? Nee, dan... De jongens die hebben gespeeld doen dan massage en een beetje uitfietsen en zo. En de jongens die niet gespeeld hebben, die gaan trainen. Okay. En de dag daarna zijn we dan vrij. Oh, zo. Yeah. Maar nu spelen we beker deze week, dus dan zit er geen dag vrij in. Maar je speelt zaterdag thuis? Nee, uit. Tegen? Tegen Leverkusen, tegen Peter. Oh ja, dat zei je net, ja. Ja. Een mooie kerel, Peter. Lachen, ja, mooi, hè? Ja, dat is een mooi vent, joh. Ja. Hij was ook bij jou, toch? Ja, ja, ja. Ja, mooi. Leuk, hè? En hij had die dingen gericht voor mij, Bailey. Ja, ah, ja, ja, ik zie hem, ja, ja. Had je Lukaku gezien ook? Ja, ja, lachen, ja. Dat was leuk. Maar lieve gozer, hè? Ja. Hey, is het mooie kerel. Ja. Hey, ben je geabonneerd? Ik ben hem niks geabonneerd. Bij mij niet? Op YouTube? Nee, ik heb geen account, geloof ik. Ik krijg geen shit binnen. Ja, maar welke? Die van mezelf. Week je? Ja. Een vriend van mij trouwens gewonnen van... Van Bali United, van Nick van der Velde. Van mij een vriend van mij toen ik... Oh, ja? Ja. Was hij blij mee, joh. Ja, volgens mij kreeg ik een berichtje dan van hem. Hij heeft volgens mij een privébericht op Instagram. Ja, die ben ik dood. Ah, oké. Want hij heeft gewonnen van Bali United. Ja, klopt. Dat is ook een mooi vet, Nick, hoor. Ja. Ja, lachen. Ik heb die dingen, die serie vast gezien. Of tenminste, die documentaire van hem en Platje en nog twee gasten. Oh, ja, je hebt die Platjes. Ja, die is lachen. Platjes, mooi. Ja, vet, mooie gasten. Ja, is mooi. Ja, oh, hier. Wat is dit? Shisha's. Shisha Lounge. Oh. Ja, je hebt wel heel veel van die kiosks hier. Een klein... Ja. Het is een beetje klein Turkije of zo. Toch? Ja. Nou, hier zijn veel Turkse winkels en zo. Hier, een paar gewoon kiosk. Waarom een kiosk? Waar moet ik heen? Hier rechtdoor eigenlijk. Oké, dan gaan we hier eigenlijk rechtdoor gewoon. Ja. Oh, het is lekker de high zo, jongen. Oh, ben je van mij af? Ik moet nog 2,5 uur rijden. Och, man. Ik zou een file staan, denk ik. Ja, ik denk het ook wel, ja. Ah, nee, joh, mij maakt het echt niet uit, hoor. Ik vind het heerlijk oud. Ja? Ga ik even stoppen bij de auto, ja, tuurlijk. Ja, toch super. En dan ga ik even iets eten daar, rustig gaan. En die kinderen hebben vakantie nu. Oh, dus alleem maar geschreeuwd thuis. Dus, waarom wilde je deze weten? Ja, tuurlijk. Ik denk mooi om 8 uur thuis en dus liggen ze op bed. Dus als ik niet in de file sta, bel ik wel op, schat. Ik sta in de file. Kom wat later. Oh, is goed, dat doe ik. De kinderen vast in bed. Oh, lekker hoor. Oh, jongen, ik werd van de gisteren weg wakker, jongens. Hier, hè? Oh, zo'n streep, jongen. Wat zo'n streep? Ja, ik had echt. Mijn vrouw zegt tegen mij: God, wat ben jij dan op de kop, joh? Ik zo. En ik kijk zo in de spiegel. Had ik op mijn lul gelegen. Had een keer, oh, wat een gek, jongen. Die moet je onthouden, die is mooi, mijn vrouw. Ik op 11 jaar dag. Ja, dat vertel ik tegen iedereen. Ik zie het. Oh, ik had toch van die hond verteld, heb je die gezien? Ik had ik weet niet van die benzine, bij Malen. Ja, ja, klopt. Ja, benzine. Doe ik altijd in een café, als nieuwe mensen komen. Ik ga altijd in een cafeetje, zo'n stamcafé. En ik maak iedereen gek, al die mensen die nieuw... En dan vertel ik zo, ja... En heel hond, serieus? En dan, ja, ja, en toen, dood. Nee, benzine was op. Oh, zo mooi, jongen. En dan zie je die anderen, die kennen we al aan. Ja, en die gaan helemaal een stuk, jongen. Dat is niet normaal. Vies zo'n klootzak. Jongen, jongen. Hey. Oh, het is echt wel mooi, mooi om te wonen hier, man. Zo. Ik woon hier achter zo, daar. Oh, ja? Zo mooi, in een park en zo. Oh, okay. Prima. Yeah. Ja, het is geen... Jij doet gewoon de gordijnen dicht. Kijk niet naar buiten. Het is geen Amsterdam bijvoorbeeld, nee. Nee, maar het is gewoon een rustig plaats. Ja. Maar tenminste, het is wel... Heel gemoedelijk. Ja, gemoedelijk, ja. Ook bij de club en zo, heel gemoedelijk. Ah. Ja. Niveau is wel hoog hier, hè, voor wedstrijden. Ja. Ja, je kan niet... Fysiek is even rustig. Nee. En ze rennen allemaal gewoon, ja. Ja, ze blijven gaan, jongen. Ja. Ze geven echt nooit meer op. Je kan niet zeggen bijvoorbeeld, we gaan even 60 minuten gas geven en daarna zijn ze moe. Nee. Want dat gebeurt gewoon, die zijn niet moe. Ga gewoon door. Ja, precies, het is even anders. Oh. Maar het is wel leuk, het is echt leuke competitie. Ja, een goede competitie. Een goede competitie ook, sterk gewoon. Ja. Dus daar leer je echt veel van, hoor. Daar word je echt sterker van. Ja, zeker. En dan misschien daarna nog een keer naar Spanje of zo, man. Jij, of Italië. Ja, denk je? Ja, maar Italië of zo. Of ja, het liefst als ik weg ga bij Ajax, pas spelen, dan heb ik je het liefst terug bij Ajax. Maar als je het nog niet wil. En, ja, ik weet niet wat mijn. Ja, je weet niet wat er op je pad komt. Nee, ja, precies. Kijk eens, je hebt de kont thuis gelaten. Ja, dat is een oude vrouw. Oh ja, dat is een oude vrouw, ja.
van mijn gevoel over oude mensen. Ja, hè? Ja. In Duitsland, ja. Hè? Maar dat heb ik ook, joh. En dan denk ik, nou, dan zie ik mensen, hebben ze allemaal kort haar. En gewoon zo'n grote reet, met een platte geslagen reet. Kon die rode broeken aan, weet ik het allemaal. En, ja. Ja, dat is allemaal wat... Maar je hebt wel mooie vrouwen in Duitsland, toch? Ja, tenminste niet heel veel, gezien. Niet, nee, hè? Misschien ook, ja, ik weet niet, dit is ook wel van echt een oude stad, dus... Ja. Ik maak mezelf dood hier op Bremen. Nee. Is prima te doen, hè? Ja, het is prima, man. Is toch goed zo, toch? Ja. Een paar jaartjes even lekker zakken vullen, man. En dan... Ja, is toch ook zo? Je moet toch ook je geld verdienen? Natuurlijk, ja, maar ja... Maar je doet het gewoon om te voetballen. Dat zie je wel, ja, omdat je bij Everton... Dat is wel in Engeland gelukkig. Ja, daarom. Ja. Nee, dat is echt zo. Mensen vergeten dat al. Ja, je verdient toch genoeg geld, dit en dat. Nou, kom op, ik wil voetballen. Ik wil doen waar ik goed in ben en niet op de bank zitten. Op de tribune. Ja, op de tribune. Ik kan eens goed naar huis gaan. Ja. Ja, voor de televisie gaan zitten kijken. Ja, dat is toch ongelooflijk. Ja, ik kan een herhaling zien ook. Nee, maar ja, dat is echt zo. Mensen denken altijd omdat je dan geld verdient dat het wel goed is dan. En, dat is echt niet zo. Kijk, hoe ging jij daarmee om dan? Toen jij bij Everton, dat je naar de tribune werd, dacht je niet van... Ik heb gewoon wel mijn Europa League gespeeld, finale. Ik was aanvoerder. Ja, aan de andere kant denk ik ook van, ja, ik blijf gewoon mijn best... Ja, je blijft je best doen, maar je krijgt wel emoties. Je denkt van, godsamme zeg, hé. Ja, wat denken ze wel? Ze hebben me gehaald voor veel geld, maar ik heb veel ervaring ook. Ik kan de club beter maken, team. En dan zit ik op de tribune als Jan Pieper de Clown. Zo dacht ik, ik zweer het, echt. Ja, tuurlijk. Ik heb ook wel vaak zo gedacht. Maar ja, aan de andere kant denk ik van, wat moet je doen? Ja. Dan moet ik die trainer... Om ze weg slaan of weet ik veel wat. Nee, kom maar niet. Die anderen wel. Kom maar, dat is goed. Train dan maar. Oh, kijk eens. We hebben toch vrouwen, kijk eens. Oh. Oh, je vriendin. Nee. Ik dacht al, die kan nooit in Duitsland komen. Ga zitten. Kijk, ze wil die hond laten zitten. Zit, mijn vriend. Die gaat pindakaas voor die. Ga met pindakaas. Ga je wel eens een zonnebank? Ik heb geen zin in, je moet daar 20 minuten gaan liggen. Oh, ik vind het wel lekker. Als het koud is, dan doe ik het wel. Kijk, in de zomer niet, dan ben ik gek. Maar als het echt koud wordt buiten, ga ik lekker. Oh, heerlijk, man. Ja, ik weet niet. Lijkt me lekker. Ik heb wel eens gedaan, maar ja, dat ligt daar zo'n beetje. Vervelend. Ik kan ook niet lang. Ik doe 17 minuutjes, kan ik maar. Want kijk, ik kan niet, zeg maar 20 minuten, ga ik me vervelen. Ik kijk zo om door dat niemand kijkt. De benen voor je dan. Wat een gek, jongen. Heb je mijn boek gelezen? Ja, man, echt maar. Echt al lang geleden. Ja, van het begin al. Ja, is al. Van mafkees, dacht ik. Ja, gek, joh. Goud, joh. Daarom ben ik heb je niet geleerd dan? Dan ga je nog naar Everton. Nee. Godsamme. Ja. Dat keer even als je vergeten hebben. Heb je nodig. Hoe vond jij dat dan? Hoeveel jaar? Hoe vond jij het daar? Vond je het leuk? Of? Ah, ik vond Everton wel een mooie club en zo. En wij gingen naar een nieuwe Finch Farm. Oh, ja. Dat was toen mooi. Ik kwam daar in het begin, jongen. Oh, het oude trainingscomplex. Ik denk, wat de fuck is dit, hé? Kwam ik zo boven op zo'n oud zoldertje. Echt, het leek naar de oude boerderij. Ja. Ik denk, oh. Maar ik wilde daar gewoon heen, omdat ik moest voetballen met Nederlands elftal. En ik wilde naar het WK. En dus ze zei tegen me, ja, je moet wel spelen, anders ga je niet naar het WK. Ik zeg, is goed. Dus dacht ik, ga ik gewoon een jaartje bij Everton spelen. Mm-hmm. En dan ga ik daarna, kan ik me laten zien bij, op 2K met Nederland zelf toch. Maar ik raakte geblesseerd bij Everton. Ja. Was ik 6 maanden eruit. Maar het was wel een mooie club. Ik heb al gezegd, soms loop ik wel eens te zeiken van dit een kutclub en dit en dat. Maar het was ook mijn eigen fout. Maar ik had wel echt dat ik soms periodes had dat ik dacht van godsamme, hey, gooi mij er nou gewoon in. Ja, dan ging die verdediger erin gooien als je 1-0 achter staat. Ja, dat kan ik niet tegen. Ja, ja. Dan moet je gewoon, kom op. Daarom kreeg ik ook ruzie met die mooiste. Vanaf toen is het eigenlijk verkeerd gegaan. Ja. Want toen, we stonden 1-0 achter tegen Middlesbrough, gooit die verdediger erin. Ik dacht, wat de fuck is dit dan? Hey? Ben je niet goed? Ja, toen ging ik met mij even stoppen, die ging helemaal door. Toen moest je toch trainen naar Westeren. Ik zei, fuck you, ik ga niet trainen. Ik ga naar huis. Ja. Geeft hij me bij mijn strot zo, die boys. Ja? En toen kregen we ruzie. Maar vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar... Ik had hem nooit een hand moeten geven. Toen hij mij hier gepakt had, ik had moeten zeggen, betaal me het contract maar of zo. Ja, uitbetalen, of ga ik naar de pers of zo. Dat had ik ook kunnen doen, hè. Ja, maar dat heb ik niet gedaan. Ik geef hem een hand. Dat zou ik ook niet doen. Ik zou ook, zo ben je gewoon opgevoed. Ja, dat is heel anders. Ja, dat is ook wel anders daar. In het buitenland, zeker. Daar word je een grote meneer van. Ja, dat is echt niet zeker, maar... Maar ik zei, was dan nog prima. Het is gewoon lekker geregeld, relaxed.
Ja. Wordt voor je gezorgd. Ja, man. Wil je gaan lekker naar huis ook? Want ja. Misschien ga ik even wat eten ergens of zo. Een bratwurstie. Ja, misschien met patatten. Kartoffel. Kartoffel. Top, man. Ja, dat was leuk, man. Oh ja, neem die. Neem dat ding mee, zonder handtekening. Zonder handtekening, ja. Maar is leuk, hè? Die? Top, ja, man. Hey, ik moet een foto maken, even kom. Ik doe een foto maken, anders. Geloof ze niet. Wat is Baida? Wat is Baida dan, nee? Bij een in auto. Ah, Baida is de een of andere gekke. Ja, dat denkt heel veel mensen. Gekke straatding. Wacht, doe dat ding erbij ook. Ik kan even. Top, man. Top, man. Hey, wat gezellig. Succes. Die best. We houden contact, ja? En rij voorzichtig, hè? Ja, ik kom goed, vriend. Okay, rustig aan, maat. Laat maar zo. Yes, jongens. Dat was Davy Klaassen. Goeie gozer. Leuke jongen. Goeie voetballer. Hij is weer op weg terug. En naar zijn oude niveau. En ik hoop dat hij dat gaat redden. Ja, als je een shirt wil winnen, ik denk één shirt voor mij met één die dik op. En de andere kan je gewoon kan je winnen. En deze ook natuurlijk. Laat even een reactie achter en eventjes like je, duimpje omhoog. En dan komt dat helemaal goed. Bedankt voor het kijken en we gaan weer door naar de volgende. De mazzel. Ciao.